Kijkers, dinsdag 16 februari was de jaren van mevrouw Sowie Mercure. Ze koos ervoor om dak- en thuislozen in de binnenstad voeding en drank te geven. Met tussenkomst van Evert 12 natuurlijk. De 86ste verjaardag was voor haar onvergetelijk. Omdat het haar enige wens was om te voorzien aan deze kwetsbare groep. Voorzitter Vismalen, neemt u mee en vertelt u alles hierover. Kijk en luistert u maar mee. 16 februari, 86 jaar mevrouw Sowie. Van harte gefeliciteerd mevrouw Mercure. Vandaag een bijzondere dag voor u. U heeft gemeend uw jaardag te delen met onze vrienden hier te Waterkant. En we stellen het op prijs dat ik zelf ook mag eten, zeg ik God rijkste zeker naar u toe. En we vragen ook anderen dit ook te ondersteunen. God bless, God zegen. Dankjewel en gezegende dag mevrouw Mercure. Bogi de nga grani, nga gado wani, dika de yepi, ome so chalas wakisma, yepe ki masra gado, ite wane ki. Dag hippie pipoeren, mevrouw Sowie. En namens alle daklozen, lekker wat met u. Altijd bakken. Hartelijk dank, ja, blessie. En lekker wat je blessen, uw briefie. U begrijpt, zei Jezus, dat ik had honger en u hebt mij niet te eten gegeven. Wij, uw jongen, sabi dat uw voorraad schuurt. Nooit, mama, nooit, zal ik je. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip, 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 hip. Hooray. Langa libi en gezondheid, dat die weer.